Wees niet te zuinig met je potjes. Dit is een potje wat erop zit, hè. Leuk dat jullie weer kijken naar een AirUp video. Ik zag dat de video's goed bekeken werden op YouTube. Ik denk, laat ik nog een AirUp video maken. Ik heb deze week geen... Oh, ik vergeet hem al. Hallo. Eliza Bol. Van de YouTube filmpjes over slijg. Binnenkort komt er een nieuwe slijg video online. Houd het in de gaten. Mijn slijgcollectie. Eliza maakt het mee. Ik heb deze week heb ik geen nieuwe smaak. Want ik heb nog heel veel leeg namelijk. Dit is nog steeds mijn favoriet. Dat was toch de... Oh, ja, maar dit is veranderd. Dit is nu mijn favoriet. Dit was mijn favoriet. Maar nu is dit mijn favoriet. En het meest tegenvallen vind ik... Sherry? De sherry. En bij eentje was het toch dat heel snel de smaak eraf ging? Ja, bij sherry gaat na één fles de smaak al weg. Dat is heel jammer. En bij watermeloen is na twee flesjes de smaak al weg. Dus deze is... Ja, je kan hem kopen, maar dan heb je maar één fles om elk potje. Ja. Van deze. Precies. Dus ik zou het niet kopen. Stel nou, je hebt een AirUp fles, hè? Je bent helemaal gelukkig. Hè? Het smaakt lekker, je drinkt veel water. Op een gegeven moment wordt dat toch wel minder. Hè? Je drinkt minder water, je gaat toch weer cola drinken. Of aanmaak. Of aanmaak. Of iets anders, minder gezond. Hè? Wat kun je nou doen om te zorgen dat je AirUp blijft drinken? Nou, de eerste tip is, maak de fles goed schoon. Een frisse fles, dat smaakt gewoon lekkerder. Je hebt bij AirUp kun je van die mooie schoonmaaksetjes bestellen. Ik heb ze nog niet. Dus AirUp, als jullie meekijken. Een schoonmaaksetje deze kant op. Graag, dankjewel. En ik maak gewoon met een afwasborstel of sponsje. Maak de binnenkant schoon. Ik spoel het rietje goed door. Hij wordt ook niet echt vies, want er zit gewoon water in natuurlijk. Dat is niet heel spannend. En water? Als je hem goed schoonmaakt, dan lijkt het net alsof het water veel frisser is. Ja. Dan is het water ook veel frisser van smaak. Precies. En de tweede tip om goed te blijven drinken met de AirUp is, wees niet te zuinig met je potjes. Dit is een potje wat erop zit, hè. Na 4-5 keer, zet er gewoon een nieuw potje op. Dus ga nou niet de hele week met zo'n potje rondlopen en de oven. Op de smaak lekker veel geld uit. Het smaakt gewoon niet meer. Dus na 4-5 flessen, nieuw potje erop en het smaakt weer hartstikke lekker. Dus. Nee, 4 flessen, 5 flessen, max. Potje. Hou je heel erg van watermeloen? Dan wordt een dure grap. Na 2 flessen, nieuw potje. Hou je van kers? Zo, dan trekt de portemonnee maar. Na 1 fles, nieuw potje. Maar de andere smaken. Zoals die. Deze bijvoorbeeld. Of de peer. Of de zure. Die is langer. Jij zou toch nooit een keer in een video doen. Het bubbelend water en dan de lime. Ik heb dus steeds geen bubbelend water. Dus we moeten even spaarrood kopen. En dan doen we lime erbij. En dan hebben we... 7-Up. 7-Up, ja. Ik was even het woord kwijt. Dus dat waren twee tips om meer te blijven drinken. En dan hebben we ook nog wat tips waarom je eigenlijk meer water zou moeten drinken. Bijvoorbeeld, als je veel water drinkt, wordt je huid mooier. Doordat er in jouw huid bepaalde gifstoffen zitten, of in je lichaam, kun je huid minder mooi worden. En als je veel water drinkt, dat voert de gifstoffen af, dan blijf je een mooie huid houden. Heel belangrijk. Het tweede voordeel van veel water drinken is preventie tegen pijn. Omdat water jouw gewrichten smeert als het ware en afvalstoffen uit je spieren afvoert, loop je en beweeg je soepeler en duurt het langer voordat je pijnlijke gewrichten krijgt. Vochtbalans. 60% van je lichaam bestaat uit water. Daarom is het heel belangrijk om het water... om je watervoorraad goed aan te vullen. Eigenlijk net als een vis. Brandstof voor de spieren.
In de sportschool verbruik je heel veel water, hè? Je zweet veel. En door water te drinken vul je al je tekorten weer aan in je spieren. En het water transporteert ook de goede voedingsstoffen voor je spieren naar de spieren toe. En voert de afval weer weg. Afvallen. Als jij veel water drinkt, dan behalve dan dat je het lichaam zuivert, zit je ook wat voller. Je maag zit wat voller. Waardoor je minder behoefte hebt aan snoepen of eten. Een glas water helpt je ook om je beter te concentreren. Een glas water kan je helpen je te concentreren. En je bent dan frisser. En je bent meer alert. Ja. Yes. En iedereen kent er wel, hè? Ja, de iets oudere kijkers zijn niet deze leeftijd. Stel je hebt een kater, hè? Je hebt te veel biertjes gedronken. En de dag erna voel je het dus niet zo lekker als je een kater hebt. En door veel water te drinken, voel je al die afvalstoffen vlug af. En voel je vlug fit. Dat was 7. Oh ja, dat was 7. En je hebt minder hoofdpijn. Een boost voor je brein. Je wordt er slimmer van. Je gaat door water drinken, ga je helderder nadenken. En Je cognitieve vermogen gaat met 30% omhoog. Je wordt gewoon slim van water. De nierfunctie. De nieren halen het afval uit je lichaam. En de nieren zijn een beetje de schoonmaakmachines van het lichaam. Maar dat afval, dat moeten ze ook kwijt. En daar zorgt water voor. Dus water zorgt ervoor dus dat het afval via de nieren, vanuit de nieren verdwijnt uit je lichaam. Vermoeidheid. Doordat je uitdroogt, word je echt heel moe. En wat moet je dan doen? Water drinken. Ja, nou heel goed. Dus nog een reden om meer water te drinken. En dan bevolken we erop, want dat blijf je drinken. En die hebben een lekkere smaak. Ja. Nou, bedankt voor het kijken naar 2 tips en 10 feitjes over water. Hè. Ja. Dankjewel Elize voor het meehelpen deze keer. Ik heb al jullie verzoeken gezien tot om nieuwe smaken te proberen als ik zelf wat verder ben. Want ik zal even kijken. Hij heeft nog heel veel smaakjes. Ik kan het niet laten zien. Kijk, hij heeft deze nog. En peer, en kers, en watermeloen. Pak ik nog hier 3. En ik heb er nog 3 hier. Ik heb hier nog 2. Dus ik heb laatst ook 2 zakjes weggegeven aan iemand. Die wilde die zelf bestellen. Dus als ik hier een beetje doorheen ben, bestel ik nieuwe smaken. En dan kijk ik eventjes in de comments wat jullie gevraagd hebben. En dan ga ik die zeker voor jullie proberen. En misschien komt er ook nog wel een video van dat schoonmaakding van Erp. Als Erp mocht Erp me verrassen met een schoonmaaksetje. Of mocht ik zelf kopen. Dat zou ook nog wel kunnen, te lang duurt. Daar maak ik dadelijk zeker een video van. Iedereen bedankt voor het kijken. Denk aan de duim. Abonneren. Ik wil nog voor het einde van dit jaar 1000 abonnees hebben. Ik ben op de goede weg. Dus met jullie hulp gaat dat zeker lukken. Tot de volgende keer.